Te midden van de woelige wereld ligt Nederland, het land van de zingende torens. Sinds eeuwen strooien deze torens hun bronzen klanken uit over het wijde land. En ook al sinds eeuwen wordt hier volgens de beproefde traditie het ambacht van het klokkengieten beoefend. Zorgvuldig wordt de toekomstige vorm en de toonhoogte van de klok berekend en op een mal uitgezet. Eerst wordt de kern van de gietvorm opgebouwd. De ruwheid van de stenen wordt met leem opgevuld en gladgestreken. Door middel van een turfvuurtje binnen in de kern gestookt, wordt de leem gelijkmatig gedroogd. Het zuivere profiel dat de klok van binnen moet hebben, is dan over de gehele omtrek verkregen. Dan wordt de mal uit de vorm genomen en volgens de lijn van het uitwendige profiel van de klok afgezaagd. De mal wordt weer in de vorm bevestigd en de ruimte die we hier zien en die precies de dikte aangeeft welke de klok later zal krijgen, wordt met een laag leem gevuld. Men heeft dan de zogenaamde valse klok gevormd. Het gehele oppervlak van deze valse klok wordt nu met vet ingesmeerd. Het zuivere profiel dat de klok aan de buitenkant moet hebben, is op deze manier over de gehele omtrek verkregen. En hierop worden de uit was gemodelleerde ornamenten en sieranden aangebracht. Dan komt de buitenmantel. Eerst een laagje fijne, slappe leem en daarna, om het geheel steviger te maken, grove leem gewapend met hennep en touw. Weer wordt een vuur in de vorm gestookt en hierdoor smelt de vetlaag tussen de valse klok en de buitenmantel, terwijl bovendien de was van de ornamenten vloeibaar wordt, zodat de afdruk daarvan in de binnenzijde van de mantel achterblijft. Is het geheel hard gebakken, dan wordt de mantel omhoog gehesen. De valse klok komt nu weer tevoorschijn en wordt voorzichtig stuk geslagen. Vervolgens laat men de mantel weer over de kern zakken. Op de plaats waar de valse klok heeft gezeten, is nu een ruimte ontstaan precies gelijk aan de vorm die de klok uiteindelijk zal moeten krijgen. De vormen worden nu in de gietkuil geplaatst en met aarde afgedekt. Thank you.
Als de vormen geheel bedekt zijn, worden van de oven tot de gietgaten kanalen gemetseld, waardoor het metaal zal vloeien dat we hier de oven in zien gaan. Pas als het metaal volkomen is afgekoeld, worden de vormen weer uitgegraven. De pas gegoten klok wordt klaargemaakt voor een uiterst scherpe klankcontrole door de stemmer. Dan gaan de 42 klokken van dit nieuwe carillon naar New York, waar uit de klank van hun bronzen stemmen de degelijkheid van het vakmanschap zal spreken als symbool van de opbloei van de Nederlandse export.